is overleden. Die was, denk ik wel, een wonderbaar huwelijk. Heel veel succes gehad. Ik ben samen met Edward. Dus met twee zonen van start. We zagen hem al met Klokstoto junior, NOP, Totilasma, Desperados, 79-71. En daarmee nu stevig aan de leiding, kan ik wel zeggen. Dus hier deze Klokstoto US 9 jaar. Zij maken hier hun Grand Prix debuut. Vorig jaar was het een lichte toer debuut hier. Nu dus hun Grand Prix debuut. US. In het begin van zijn carrière onder het zadel geweest bij Thea van Lieren. En ook al een aardig succesvol een start hebben gezien vandaag. Werd verkocht. Het Blockhorse Performance Center kwam dus onder het zadel bij Edward Groot. De debuut in de Grand Prix. Wauw. Heel veel meer van de grond krijg je denk ik niet. Hier ook gewoon even een ruime 15 passen zien. Het is natuurlijk echt gewoon spectaculair om te kijken. Zou je er nog wat van willen zeggen? Kan denk ik nog het neusje wat meer aan de loodlijn komen. Kroop daar ietsjes achter. Natuurlijk niks af van de kwaliteit die hij over zijn benen heeft. Kan natuurlijk ook fantastisch stappen deze Total US. RPN goedgekeurd. Ietsje wiebelig in de aanleiding hier aan die verzamelde stap. Dus hoe hij daar echt in één klap eigenlijk aangaat. Vanuit die verzamelde stap de passage in. En vanaf de allereerste pas gewoon alles van de grond mooi groot naar voren. Wellicht wat vloeiender daar. Dit is natuurlijk een paard met zoveel beweging. Dat is natuurlijk waanzinnig, maar dat moet je als ruiter natuurlijk ook maar allemaal kunnen managen. Dat lukt Edward Gal aardig goed, kunnen we wel stellen. Natuurlijk ook een absolute tovenaar in het zadel. Die wisselserie om de twee net goed doorgekomen. Alle wissels mooi doorgesprongen. Kan nog wel een fractie meer rust en vanzelfsprekendheid inkomen. Dat zie je soms.
in de proef ook nog een beetje terug, bijvoorbeeld in de halslengte, dat hij ietsje erachter kruipt, zo aan de voorkant. Hier dan ook nog wat stiller zijn, zo in die aanleuning. Ja, je ziet het paard ook echt alle kanten op meedenken. Natuurlijk fantastisch is als een paard dat doet. Maar niet altijd makkelijk. Goed ook daardoor de serie om de pas daar aan het einde even een klein storingtje, pas ja, na de serie eigenlijk. En vergeet niet, hè, dit paard wordt dit jaar pas 9. Heel jong. Maakt hier het Grand Prix debuut. Ja, dit is gewoon waanzinnig. Wat neemt dat paard een gewicht op de achterhand? Heel klein, dan krijg je ze denk ik niet. Absoluut op een dubbeltje omgedraaid. Die pirouette. Oh, je hoort daar Edward iets zijn stem gebruiken. Het is natuurlijk gewoon echt genieten. Ik hoop dat u thuis dat achter uw schermen ook doet. En wat is het fijn dat wij mee kunnen kijken hier naar deze kadervormingswedstrijd vanuit Tolbert. We nu nog even extra genieten van deze laatste lijn. Ik hoop dat u dat thuis doet. Ik zei het al. Ik hoop ook dat Edward dat hier doet. Kan bijna niet anders in het zadel van US. Ja, waar de meeste paarden moeite hebben om op zo'n laatste lijn Tipi af echt vol te houden. Trekt deze bijna nog extra aan en wil er bijna niet meer uit. Hij blijft maar doorgaan, deze hengst. Brooks Total US, de pas 9-jarige zoon van Totilas, hier in zijn Grand Prix debuut onder Edward Gal.